een volledig energie-neutrale gebouwde omgeving in 2050. Dat is het doel van de Europese Unie. Voor de Rijksoverheid betekent dit dat al vanaf 2019 alle nieuwe overheidsgebouwen bijna energie-neutraal moeten zijn. Diverse rijksdiensten ondernemen actie om deze doelen te behalen. Zo ook het Rijksvastgoedbedrijf. Als Rijksvastgoedbedrijf hebben wij 7000 gebouwen. En die gebruiken zo'n 60% van de energie die wij als Rijksoverheid gebruiken. We hebben dus een hele grote opgave als het gaat over circulariteit en energie-neutraliteit. Met zo'n grote portefeuille kunnen wij ook echt het verschil maken voor het verduurzamen van de Rijksoverheid en daarmee het verduurzamen van Nederland. En om die transitie te behalen zijn innovatie en technische doorbraken nodig. Het programma Groene Technologieën 3.0 biedt daarvoor experimenteerruimte. Het programma Groene Technologieën onderscheidt zich door zich te richten op innovaties. Specifieke innovaties die leiden tot een energie-neutrale gebouwde omgeving en een circulaire economie. Om dit te bereiken is experimenteerruimte nodig. Ruimte waarbinnen we ook fouten kunnen maken. Om daar weer van te leren. Dat kan alleen met een heldere structuur. Binnen het programma onderscheiden we innovaties in 3 verschillende segmenten. Core innovations, adjacent innovations en transformational innovations. Met core innovations onderzoeken we hoe we bestaande technologieën kunnen optimaliseren en verbeteren. Monumenten zijn best lastig te verduurzamen, maar er zijn mogelijkheden. De geschiedenis biedt ons mogelijkheden aan. Zie hier Louvre-luiken die eigenlijk niet meer gebruikt worden om allerlei praktische redenen. Als we ze kunnen benutten door ze bedienbaar te maken van binnenuit, betekent dat je de zon buiten houdt en hittestress van het interieur voorkomt. En daarmee ook de vraag van airco kunt voorkomen, respectievelijk het bestaande airco-installatie kunt uitzetten. Minder energie, minder installatietechniek, pure winst als je het hebt over duurzaamheid. Met Adjacent Innovations onderzoeken we hoe we technologieën uit andere sectoren voor onze doelen kunnen benutten. Daar is het volgende project een goed voorbeeld van. In de testomgeving in Rijswijk testen we specifieke systeeminnovaties. Een van de innovaties is de individuele werkplekconditionering. We verwachten dat dit het energieverbruik zal verminderen en tegelijkertijd het gebruikerscomfort zal verbeteren. We hebben ons hierbij laten inspireren door Adjacent Innovations. Voorbeelden uit andere branches die we nog niet eerder op onze branche hebben toegepast, zoals de auto-industrie. In de auto zijn we er al aan gewend dat je als bestuurder en passagiers zelf de temperatuur en de verlichting regelt. Dus waarom zouden we dat ook niet toepassen op de werkplek? In de testomgeving kunnen de gebruikers straks onder andere de temperatuur en de verlichting van hun eigen werkplek regelen. Het laatste segment is Transformational Innovations. Hierbij richten we ons op nieuwe technologieën uit voor ons nog onbekende gebieden. Dat zijn innovaties met een hoog risico. Maar wanneer ze succesvol zijn, is hun bijdrage ook erg groot. Nou, in het programma Kantoor voor Energie gaan we 3 kantoorrenovaties met een hoge ambitie op de markt zetten. Het is een voorbeeld van een transformational innovation. Wat we anders doen, dat is dat we dus de ambitie definiëren inclusief het gebruikersdeel van de energie. Dus energie-neutraal voor zowel gebouwgebonden als gebruikersgebonden energie. Daarnaast vragen we dus eigenlijk een ambitie uit waarvan we een oplossing nog niet kennen of ook niet kunnen berekenen nog. Dat betekent dat we opener moeten staan voor oplossingen vanuit de markt. En dus met de markt samen die vraag ook moeten definiëren. Nou, we hopen op deze manier dus tot nieuwe oplossingen te komen voor de energie-neutrale portefeuille. Zoals je ziet richten we ons zowel op direct toepasbare innovaties als op conceptuele. Van klein tot groot. Niets sluiten we op voorhand uit. En als een innovatie succesvol blijkt, dan passen we hem op grotere schaal toe. Zo werkt het programma als vliegwiel voor andere inspanningen binnen het Rijksvastgoedbedrijf. Samen zorgen we ervoor dat innovaties sneller en goedkoper beschikbaar komen. Zowel voor het Rijk als voor andere partijen.